Henk van der Zwan, tijdelijke zaakgelastigde van Nederland in Suriname, zegt dat het debat van de vorige week in de Nederlandse Tweede Kamer een positieve invloed kan hebben op de hernieuwde relatie tussen Nederland en Suriname. Van der Zwan is niet verbaasd dat de Kamer een motie heeft ingediend om openheid te geven van de archieven van de gebeurtenissen van de jaren 80 in Suriname. In principe is openheid ook wat wij als Nederlandse regering altijd betrachten. Maar natuurlijk ook in het kader van de wet. We hebben een archiefwet, we hebben een wet openbaarheid bestuur. En in het kader daarvan moet je altijd verschillende belangen afwegen. En soms moeten bijvoorbeeld persoonlijke belangen van mensen moeten ook meegewogen worden. En de Kamer heeft dus die motie aangenomen, zoals u weet, vorige week. Vragende naar openheid van de archieven. En de minister is nu aan het bekijken op welke wijze en hoe daaraan gevolg gegeven zou kunnen gaan worden. Met inachtneming natuurlijk van de geldende wetgeving in Nederland. Dat was Henk van der Zwan, tijdelijke zaakgelastigde van Nederland in Suriname. De motie om openheid te geven van de archieven over de gebeurtenissen van de jaren 80 in Suriname is aangenomen. Het ligt nu aan minister Stef Blok hoe daaraan gevolg gegeven kan worden met inachtneming van de Nederlandse regelgeving.